Maar tijd. Wij hebben tegenwoordig niet zoveel tijd. Maar als je een paard wil trainen, als je zo'n hele body wil trainen en sterk wil maken, dan kost dat tijd. Maar wat is nou een paar jaar training op zo'n scholing, op zo'n africhting? Zo, pak het maar eens een keer weer op. Maar zo stapt een paard mooi door zijn lichaam heen en dan zie je ook, ik stel hoge eisen aan de stap. Niet alleen dat die stap zo mooi ruim is en mooi viertakt is, maar ik vind als ik een paard heb die goed stapt, gebruik heel goed zijn lichaam. Heeft die lossigheid in zijn lichaam. En dat is voor mij heel belangrijk waarom of ik graag wil dat een paard een goede stap vertoont. En daarom train ik daar ook heel veel op. Lukt me niet altijd, ik heb ook wel eens problemen met de stap. Dan denk ik, oei, dan moet ik ook weer een beetje meer aan werken. Maar stap heeft een hele bijzondere waarde in je training. Dus dat moet er ook in de beoordeling de stap zeker heel goed meenemen en dat heel duidelijk beoordelen als zijnde een actieve stap, goed van achter naar voren met lichaamsgebruik. Ik denk nog even een keer de rechter galop. We hebben nu even de linker hebben we al even gezien, een klein stukje rechter galop. En dan met name daarin ook dat je iedere keer een beetje schakelt, zo in die galop. Zo eerst een beetje vlugger maken, zo een beetje op je been laten vertrekken en weer terug. En hou het zo stil daar tegenaan. Laat nog even draven, laat even wachten nog. Zo. Zie, als je er zo tegenaan loopt, braaf, rustig. Zo, ja. Kijk, en als ik nou kijk naar de opening, onderhals, onderkaak, dan staat die met de neus aan de loodlijn met voldoende opening in de onderhals, onderkaak. Dat vind ik een heel belangrijk gegeven. Mijn paarden moeten het hoofd voor de romp houden, ver voor de romp houden, dat ze trek over de rug krijgen, dat ze het achterbeen door kunnen geven. Dat is voor mij de goede houding. En dat vind ik ook heel belangrijk, dat hij daarin goed doorgeeft van achteren naar voren. Niet hoger, braaf, maar zo, daar tegenaan, dat is voor mij de goede houding. En dat het nog wel eens een keer wat onstabiel is, oké. Zo. Goed, dat is mooi. Houd je buitenhand er mooi bij, laat zo galopperen. Nou moet je in galopperen een keer voelen of je de sprong vanuit je binnenbeen kan beïnvloeden zonder dat je direct sneller gaat. Nou, zo een keer aankomen, ja, daar een keer reageren, stil aan twee kanten blijven. Stil aan twee kanten door de nek. Want de kracht die ik van achteren opwek, die wil ik niet naar links of naar rechts eruit laten lopen, maar die wil ik recht onder mij houden. Dus ik wil de krachten als het ware bundelen. Zo recht aan twee teugels, recht door het lichaam. Zo ja, dat hij met zijn binnenachterbeen ver naar voren door kan springen. Dat is de goede houding. Daar moet hij tegenaan lopen. Dat is de houding juist. Raar. Zie je, dan wordt die voorwaartse drang wat groter, Martin, en dan wordt de verbinding ook stiller. Dus dat komt vanzelf. Daar moet je niet zenuwachtig over worden. Dat komt goed. Zo ja, daar naar de hand toe. Zo de doorwerken. Nou pak ons een keer weer ergens een grote volte. Klein beetje leren verzamelen. Als je voelt dat hij zich ietsjes terug, dan weer eruit. Hij mag niet of zij mag niet terugkomen als jij dat niet direct aangeeft. En dan moet het binnenachterbeen een fractie aan de binnenkant blijven. Ik wil nooit een paard hebben die mij achteruit zwaait. Want ik wil die kracht, die motor, die wil ik onder het lichaam houden. En omdat een paard een beetje op zo'n cirkel een beetje gebogen is, nu zet hij iedere keer dat binnenachterbeen een fractie aan de binnenkant. Daar krijg ik de meeste buiging. Als je nu kijkt naar de hakken van het paard komen onder. Kijk, zie je, die gaan zelfs tot aan het kniegewicht. Als je de looplijn uit het kniegewicht neerlaat, komt hij daar zelfs nog voorbij. Dus dat is ook verder tot dragen komen. Ja, je zegt het weer zo heerlijk makkelijk. Ik wil dat je het achterbeen even iets meer naar binnen. Maar
dan denk ik van, hoe doen we dat dan? Ik bedoel, ik denk, als ik het zo bekijk, dat zij met haar buitenbeen net een fractie naar binnen drukken. Klopt dat? Klein beetje en steun houdt aan de buitenteugel. En als je wat doet, dan adem je een keer in de binnenhand. Ja, dan word je rondel in de nek en dan braaf daar tegenaan. Even mesten. Zo daar tegenaan, zo stil in aanleiding maken. Zie? Dat wordt balans. Dan komt hij ook door zijn lichaam. Braaf. Zo, dan mag je nog een keer een beetje verzamelen. Voelen hoeveel. Want soms kan minder meer zijn. Voelen wat er kan. Kijk, achterbeen springt door. Achterbeen komt onder. Daar. Hoeft voor mij niet meer. Als ik dit zie, dat het paard zo begint te kantelen van achteren, dat hij zo gewicht over begint te nemen. Dit kan ze aan. Dat laatste stukje was al een klein beetje. En hoe voel je dan als ruiter? Of? Ik kan me zo voorstellen dat als je daar vanzelf mee bezig bent, dat je denkt van, ja, misschien kan hij nog wel net iets meer. Of is dat gewoon echt altijd de trainer aan de zijlijn die het aangeeft? Wat ik wil in dat verzamelen, dat hij met dezelfde spronglengte doorspringt en dat hij niet zelf al terugkomt, want dan breekt het af in het middenstuk. Dit kan nog, dit is nog goed, dat is nog goed, braaf, mooi, en er weer uit, dat is mooi, kijk. Nou trekt hij over de rug en weer uit. Dus als we het hebben over ruggebruik, als we het hebben over een achterbeen naar voren laten komen, daar kan die Mary zijn lichaam gebruiken en zijn achterbeen gebruiken. En dan kun je ook zo weer de hals een beetje laten zakken en dan blijft hij toch in zijnzelfde ritme galopperen. Dan blijft het lichaam een klein beetje opwaarts. En je ziet nu ook, die aanleiding is nou eigenlijk gewoon geen probleem meer. Dat is gewoon goed zo. Dan gaat die aanleiding, wordt daar vanzelf steviger. Moet je ook niet vergeten dat die paarden hebben nog niet zo heel veel gezien dat die in zo'n accommodatie komen en dan is dat allemaal nog wel eens een beetje onrustig. En dan heb je natuurlijk ook nog te maken met dat je wil graag nog meer en nog beter. Doe eerst maar even kalm aan, dan komt ze. Nou komt ze zelf ook rustiger. Zij komt nog rustiger over in het paard. Het paard kan nu beter verwerken wat zij van hem vraagt. Zo ja. En ik hou ze vrij recht. En er is er iets in gebogen, net een beetje hol achter de rechterkaak, maar niet meer. Een paard moet in stelling, dus dat is in het voorste gedeelte. Rijd nog even een stukje in stelling, ja. Laten we zo een beetje door die rechte stelling heen komen op de rechte lijnen. Stelling, dat is dat het hoofdrotje van de hals ingesteld is. Dat je dus net binnen oog, binnen neusgat kunt zien. Waarom is dat nodig? Stelling is nodig dat het paard afkoudt aan je binnenhand, zodat het binnenachterbeen optimaal naar voren kan springen. Een paard die niet door de nek is en die niet goed in stelling wil komen, dat wordt een stijve plank. Dus daarom rijden wij in stelling en daarom staat in het reglement dat zal de binnenwaartse appuiementen, pirouettes in stelling uitgevoerd dienen te worden.